kijken naar de derde Gypsy Mafia vlog ondertussen. Jullie zouden wel twee dingen denken. Punt 1, waarom heb hij die gekke bril op? Nou, ik zou vertellen, ik ben aan het rijden en mijn lenzen zijn op, dus ik moet mijn brilletje ook doen. Ik weet, het ziet heel erg neurig uit, maar het is niet anders. Punt 2, zouden jullie wel denken, waarom krijg ik elke keer Piet Junior te zien? Waarom opent Wim H. of Nomad nooit een vlog? Nou, daar zou ik even een korte uitleg over geven. We hebben nu net een nieuw cameraatje gekocht, zoals je ziet aan de kwaliteit van het beeld. Wim zat even een tijdje zonder telefoon. Dus elke keer als we gingen vloggen, vlogden we met mijn telefoon of met Charlie's telefoon. Dus vandaar dat hij nooit een vlog opende. Want ik deed er vast wat beeldjes en dan kwam ik hem wel adverteren of ik haalde hem op. Maar nu dat we het cameraatje hebben, gaat dat ook veranderen. Maar ik heb hem nu net gekocht, het cameraatje. Dus ik denk, ik open deze week nog even ceremonieel voor de laatste keer. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie de vorige vlog leuk vonden. Knoflook. Ik hoop dat jullie de vorige vlog leuk vonden. Zoals je zag, we hebben van allerlei gekkigheid gedaan in een week. Dus deze week gaan we weer een week met Gypsy Mafia doen. Deze week is wel iets minder intensief. Wat gaan we doen? Vrijdag ga ik spullen ophalen uit Amsterdam. Het hele weekend hebben we clipshoot. Vrijdag gaan we ook avond clipshoot doen van Nomad, was een nieuwe nummertje. Zaterdag gaan we een clipshoot doen van ons, van Gypsy Mafia, samen met Makka. En zondag heb ik een feestje. Heel misschien dat daar ook nog wat beeldjes van online komen. Ik kan niet zekerheid zeggen, ik weet niet hoe die mensen er wat tegenover staan. En ja, voor de rest hebben we wel goed nieuws, maar dan houden we nog even de details onder ons. Maar we gaan in ieder geval weer een groot optreden doen. Maar de exacte plek en datum en alles wordt nog bekendgemaakt, alleen 12 juli Gelderdome. 12 juli in het Gelderdome met Kobus Engels. Waar je tickets kan bestellen, dat zie je aan het einde van het filmpje. En als je geen tickets kan bestellen, moet je het even uitknippen. Misschien weer me alles wel uit. Maar in ieder geval, leuk dat jullie kijken. En ik hoop dat het weer een leuke vlog wordt deze week. Ja, jongens, we zitten nou even voor het huis bij Charlie. Nog lekker weer. Het zonnetje schijnt niet meer, maar het is wel warm. Een beetje bedrukkend. Kijk, daar zitten ze. Hallo, zeg eens hallo. Hallo. Jongens, weet je wat ik aan zitten denken? Het lijkt me leuk om de volgende vlog Q&A te doen. Dus na deze hele week wat nu komt. Als je dan in de reacties achterlaat wat jouw vraag is, dan gaan ik en Wim die volgende week beantwoorden. Misschien is Nomad erbij. Dus als je een vraag aan Nomad hebt, stel hem gewoon. Of aan Charlie. Zorg gewoon dat we met de hele ploeg bij elkaar zijn. En dan gaan we dat doen. Dus als je een vraag hebt, laat het even hieronder achter in de reacties. En dan zullen wij hem zo eerlijk mogelijk beantwoorden. Ik zeg wel bij voorbaat al, hele gekke vragen beantwoorden wij niet. Want als jullie niet serieus iets vragen, zeg maar, dan heb je het ook geen nut om voor mij te beantwoorden. Ze houden het gewoon een beetje binnen de lijntjes, snap je? Kijk ook kinderen. Yo mensen, moeten jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Mijn naam is Giel Wolters. Mijn naam is Piet Junior en dit is de Gypsy Mafia Vlogs. Ja, ja. En wat gaan we doen? Nou, allemaal gekke dingen. Allemaal gekke dingen. En wat moeten de mensen doen dan, als ze dit filmpje hebben bekeken? Nou, liken. En? Abonneren. En? En een blauwe duim omhoog. Goed zo. En een beetje delen, hè? Ja. En wat nog meer? We hebben nog wat te vertellen tegen de kijkers. Ja. Nou, wat dan? Zeg eens wat dan. Ja. Gieltje is gewoon OG, hoor. Dat zit gewoon in zijn hempie hier. Dat maakt hem niks uit. Hè? En een Louis Vuitton tas om. Waar komt dat geld allemaal vandaan van jou, jongen? Nou, vertel het eens. Uit mijn fabriek. Wat voor fabriek heb jij dan? Een fabriek waar Scrabbers is gemaakt. Meen je niet? Ja. Een Scrabbers fabriek? Ja. Laat de recherche het niet zien. Nee. Nee. Kijk. Kip. Lekker. Broer. Lekker? Lekker. Lekker. Van alles. Hey Joppie, ik ben hier met je papa. Ik hoor dat je een hele grote fan van Gypsy Mafia bent. Dus bij deze wil ik je deze pet geven. En dan komt je vader gelijk in de vlog nou. Alsjeblieft. Top. En ja, ik ben er. En zoals je ziet, is de hele set al klaar.
En zijn ze allemaal helemaal gek. Welkom op het tankstation. Wat zijn jullie hier aan het doen? Mag ik een slow-mo? Hey, een half. Mag ik nog steeds een slow-mo? Welkom bij de Gypsy Vlog. Hey, hij zit bij de... Met... Ik ben Sippy Vio. We zijn hier een clip aan het opnemen van mij. Weet je hoe die heet ze? Nee. Hij zit in een clip, maar hij weet niet hoe die heet. Hij loopt terug naar school. Pik, laat mij. Ik ben veel knapper. Okay. Jongens, ik ga vandaag een clip opnemen. Hij heet Op mijn droofies. En het gaat mooi worden. Deze kieren gaat hem maken, of niet? Allemaal naar. Nou jongens, we gaan ervoor. Kom, we nemen hem op. Yes! Bam, jongen! Bam, we gaan ons niet poekelen niet. Handelen, auto faken. Yeah, yeah. Jongens, draait vandaag even voor mij, dus even normaal doen. Maar dit is gewoon leuk. Jongens, dit was de Gypsy Vlog. Doei. Later. Ja, helemaal top. Nou. Dat was hem. Jongens, dit is hem. Dag lieve kijkers, zijn we weer. We zijn in Kampen, we zijn even een videoclip opmaken voor Jordi. We hebben ook security erbij, staat op de afstand. Clip van Jordi, clip van Jordi, clip van Jordi. Jordi begrijpt het niet helemaal. Hé jongens, we gaan jullie meenemen naar het allerleukste weekend van het leven. We gaan 3 clips shooten in 1 weekend. We moeten stad naar land afkampen. Oh Jordi, gaat nooit goed man. Oh, allemaal mannen pakken, kwap. Wij nemen ook accu leeg. Hey, dat was mijn hoofd een beetje. Hey kijkers, we gaan naar een clip. We gaan een clip shooten. We hebben een draaiboek. We zijn helemaal doorgedraaid. En ik ben een stelletje kleren vergeten, weet ik veel. We moeten een maffia clip, maar ik ben maffia. Als ik wakker word ook. Ach, ik had de badjas mee moeten nemen. Mafioso. Tony Soprano. Ja, tering zo. Dus we gaan over naar een pakken maken. Ga maar even een blouse halen dan. Moet je dan doen? Moet je doen? Zou Nick zeggen. Ziek hoe ze dit hebben gedaan, hè? Mooi, hè? Allee, dat zit helemaal transparantie. Moest kijken, jongens. Als je een pil op hebt en je rijdt er langs af, ga je hem uit je knarie, Piet. Uit je knarie? Ja, als Piet er langs rijdt, ga je hem uit je knarie, Piet. Jongen, dan zet hij jou af bij de PI. Jongen. Wat is dat? Penitentiaire inrichting. Dat gevucht. Ja, dat is het channel. Zie je wat ik doe? Wat is dat? Hoe bedoel je? Wat gingen we doen? Wat wou ik ook weer zeggen? 6 keer gezegd, doe een blouse aan. Ik zeg, ik doe een blouse aan. Je moet je eigen domme voordoen dan waar je bent. Ja. Nee. Nou, ken haast niet dommer dan dit, hè? Ken haast niet dommer dan dit. Oh, heb ik mij ook mooie schoentjes meegenomen, jongens. Dat wist ik al. Wat film je? Ik doe gewoon fijne slippers, man. Wat film je? Zelf. Mijn adamsappel. Lalalalalala. Kid, I need you, man. Lalalalala. Ik heb mooie schoentjes gekocht, jongens, hé. Die zijn super hoor, dat is de blitz. Dat zijn instappers. Dat zijn instappers met een veter. Zijn jullie ook van Boels? Oh. Hebben jullie een crimineel verleden? Ja. Staan jullie er nu op? We komen een aggregaat huren hier. Meneer? Die lag bij jou achter in de auto, de pet. Huh? Dat is toch leuk? Hey, deze moet jij hebben, hè, die trekbanden. Kunnen we jou en Piet samen verbinden? Glijden jullie in één? Ik kop van hem. Oh, Shuni. Zing een liedje voor mama. Alleen. Deze moeten we ook. Cementmolen. Spuiten. Vind mijn pet. Nou, this is a story all about Wim. My life turned out not so slim. Shout-out naar mijn neefjes. Shout-out naar al mijn neefjes. Hey, we moeten gewoon het duurste huren. En op zijn passie, hè? Zijn passie. Yo, yo, yo! Ja, jongens, we hebben alles gedaan vandaag. We hebben alles gedaan. We zijn nu onderweg naar Ebben. Ja, we zijn dan Rien. Zoals je ziet, we zijn goed gedrest. We zijn nu onderweg. We zijn nog steeds verder. Ja, maar we rijden nou toch richting Ebben. We rijden nu naar Emmer Kompaskum. En we gaan een clipje maken. Ik lig gewoon in die auto, jongens, kijk, ik moet even gaan zitten. Ik zie het er niet op. Wat ben je nou aan het doen? Wat is hij nou aan het doen? Ja, pak. Griepen! Die heb wel een knipperlicht. Griepen! Maar we zijn onderweg naar Emmen. Naar de eerste locatie. En het wordt me toch een lange dag. Lang weekend. We zijn onderweg naar Emmen, naar de eerste locatie. Zo liep Pieter vroeger altijd. Standaard, iedere dag. Iedere dag. Bloesjes. Weet je wat ik zeg?
Ik wil niet dat mijn laatste dag mijn best geklede dag is. Die man liep altijd met een blueberry, hoe noem je dat, Burberry paraplu. Helemaal niet, man. Ik heb gewoon een hele dure paraplu van de... Van de Burberry. Van de BC Hoofdstraat. Het was van de Burberry, maar geeft niet. Nee. En dan liep hij altijd. Hij liep altijd met zijn paraplu. Ja, dat wel. En zijn hoedje op. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Ja, ik weet alles. Ik woon in Thomas Kempis, toch? Ik had een paraplu, maar dat was ook een wandelstok. Daar kon je zo'n ding omheen. Zo'n hoes. Ja. We zijn in Emmen. Ik ga hem naar beneden of zo. En daarna moet ik hem omhoog. Dan krijg je hem zien. Nee, maar gewoon af. Ja. Minimaat. Kom dan. Gassen. Hop. Geniaal. Ik vind het niet erg, want het is wel heel lekker weer. Oh. Hij is er wel! Hij is er wel! Charles! Ik heb gisteren een beetje in de gaaskeuken gekeken. Charles, de mannige. Zijn we er klaar voor? Zijn wij er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Bijna. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Een paar kleine aanpassingen. Ja. Wat gaan we doen? Wim is een topper. Ik wil even een shout-out naar Wim. Wim. Veel te jong, maar wat denk aan je jongen. Hey, luister, ik heb nog wel een ideetje. Ik ben geen wat, dus vandaag ga ik helemaal nemen. Yeah, yeah. Yeah. Ja, jongens, kijk eens waar we zijn. Eurocafé. We zijn op de set van onze clip. Ik ga jullie even een klein stukje meenemen, hè. Schiel, hoi. Hier moet het dan allemaal gebeuren vanavond. Het is nou nog één grote chaos, maar het komt goed. Wim zit alvast aan de bar. Ik zit alvast aan de bar, ik heb de vaste plek weer. Ik kan over de hele bar heen kijken. Al in geit. Ja man, yo. Dit is Jochem. Ja man, clipshoot. Vertel eens wat over clipshoot, Jochem. Nou, het domme clip man. Denk het wel, hè? Ja man, sowieso. Talent dit, jongen, talent. Vlogtalent. Ah, ja. En Harop, bedankt trouwens dat we je café mochten gebruiken. Nou is het even wachten tot iedereen er is. Dan gaan we alles neerzetten en dan gaan we beginnen. Dus ik heb er best wel veel zin in eigenlijk. Ja, jongens. Hé, hey, laat die achterbot gewoon op, hè. Laat hem erop zitten. Die groene? Achter even, hoor. Een beetje achter. Ja, ik ken hem niet zo wel, maar ja. Volgens mij ziet het er even onder. Hoe lang zijn jullie bezig hier? Spannen. In totaal lang gekregen? Ja, dat is hier straks. Wil je hem niet met je plek verliezen? Ja. Ja. Bella! 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 Hoe lang ben je bezig met die soort auto? Ja, jongens. We zijn nu nog geen 5 seconden, het is alweer gezeik hier. Het is toch wat? Je hebt pas bij je? Ik kan het dan toe mailen. Nee, dat is goed, schat het zo. Dan gaat het gewoon dat hij op en op komt en ja. Dat hij hier staat. Vijf minuten. Niks aan de hand. Ja, ja. 5 minuten en gezeik. Dan gaan we toe mailen. Nou ja, jongens. Je ziet het. Maar het is geregeld, de auto is weg. Het mocht niet, jammer genoeg. Handhaving, Wouter. En dag met Gypsy Mafia. Dus. Jongens, ja, kijk eens, ik zie er heel netjes uit nou voor de clip. Wat is dat, jongen? Katte haren. Hier, je sigaret. Jongens, sigaret. Jongens. En we hebben ook allemaal, hoe noem je dat? Die mensen die er allemaal bij komen. Figuranten, allemaal figuranten hier. Alle figurantie. Figurantie. Voor de figurantie heb je geen hand. Kijk jongens, Eurocafé. Daar moet je naartoe gaan. Zit het mee? Ga naar Eurocafé. Ja, slogans kutten we zo uit de pols. Jongens. Ooit is het allemaal bij jou begonnen, Aaron. Lang geleden. Lang geleden, hoe lang?
En dan hoeven we niet, zeg maar... Wij zijn gewoon 100.000 keer bekeken op YouTube. Ja, kun je ook zo'n 9-8 denk ik wel, hè? Iedereen. Dus nu zie ik hier een gezicht achter Jester en Pees. Ik heb nooit geweten dat wij het waren. Dit zijn ze! Was hier Adriaan 2.0? Hij is nu bezig met dit, ik ben nu bezig met dat. Dat is van Aram, jongens. Kunnen hier gaan komen lopen. En binnenkort weer een nummertje maken. Heb ik jou beloofd toch? Ja, Gypsy Mafia. Ik heb het hem beloofd, ik beloof jullie ook. Dat wil ik een keer een nummertje. Ja, en misschien daar ook nog wel meer. Wie weet. Wie weet, wie weet. Als de tijd voor is. Als de tijd voor is, ja. Helemaal top, jongens. Je hebt een pet van mij gekocht op de kermis. Dat heb ik op de foto gegooid op de kermis. Mijn grootste fan uit Zwolle. Ja. Hij zoekt me overal waar ik ben. Hij heeft stiekem iets in mijn jas gedaan dat hij me kan trekken ergens. Toch? Ja. Nou, kan je waar dan ik nog en waar dan? Ja, natuurlijk. Toe. Zet hem er maar gewoon hier op de witte plek. Je hebt hem alweer helemaal vies gemaakt. Ja, dat weet ik. Oh ja. Doet hij het Wim? Gaat hij er goed op? Ik zie hem al opstaan. Zal ik ook nog één opzetten? Ja, zet jij hem dus nog. Moet jij gewoon voor de film zeggen, nee, dat wil ik niet hebben. Oh, nee, dat wil ik niet hebben. Ik doe hem gewoon hier. Ik heb niet zo'n mooie als die van Wim. Ah, ik kom binnenkort toch terug om een stint, toch? Ja, jongens, jij hebt een speciale pet nou, hè? Speciale pet. Eerste met een handtekening. Die wordt geld waard, jongen. Daarom. Hou hem voorbij, want die wordt geld waard. Dat is de eerste pet die er gedrukt is. Ja, hij is een unieke. Unieke. Hij mocht voor 80 euro, maar ja, daar praten we dan niet over. Dus we zijn nu op de laatste locatie. We zijn nu bij Makka bij huis. We vinden even het laatste stukje. Ziet er nog steeds heel netjes uit. Moet zo allemaal uit. Het gaat regenen, hè? Pieter denkt al de hele dag dat het gaat regenen. Heb al de hele dag de dingen opgevouwen. Denk al van nee. Oh, water. Maar we zijn hier gewoon stom, hoor. De jongens zijn even nog bezig met de apparatuur. Hallo, Hila. Hila Beats. Represent Maroon Music, je weet zelf. En represent Gypsy Mafia. Oh, ik wou net zeggen. Dan zijn we zo klaar en dan zouden we 3 clips doen, maar het zijn er toch maar 2 geworden. Er gaat er veel edituur in zitten. Dus, nog eventjes en dan zijn we klaar voor vandaag. Het was echt een lange dag. Echt niet normaal. Ja, die doet helemaal niet aan blowen, maar hij doet gewoon check in de vorm van een joint. Dat vindt hij gewoon mooi om te doen. Mella drinkt wijn uit pak gewoon. En hij rookt gewoon check uit een joint. Het is niet veel, maar het is geen shit. Oh, ja, dat moet er niet in. Dat moet er niet in. Geen drugs in de camera. Die verkocht over de grens van Duitsland. Die hadden nog poetjes uit de boutflats verkauwd. Check eens hoe de boutflats. Dat is een hele vieze blauwe zee, joh. Zit daar nog geen lopen, een beetje laten praten. Jij niet praten, hè? Nu al lang. Blijf zo stil bij Wim. Hij komt aan en hij heeft gelijk de camera aan zich. Ja, dat moet toch, Pik? En een wit shirt dan. Hij komt in vrede. Nou, vertel eens wat, hoe was jullie dag? Aan de kant, hij gaat filmen. Aan de kant. Nou jongens, hoe vinden jullie het vandaag? Was aan de Costa del Sol en doen jullie tingelingeling. Doe even het liedje van die twee motten dan. Er zaten twee motten en doen jullie te in mijn oude jas en doen jullie te. En die twee motten, die wonen de pas. Ja? Komt ie. Geef ik eerst even 6 vooraf. Ga ik me even 2 keer douchen en dan kom ik terug. Kijk eens, fresh koep en zo, hoor. Vele van mijn Gila. Ik
ben ook verdonderd van het gevoel wat ik nu heb. Dat zegt helemaal niks. Nee, ik vind het een mooie onderneming waarmee ze bezig zijn. Het zijn talenten, en, geloof me. En Pietertje en Wimpy weten dat, Willem-Pie, sorry. Ik kan het zeggen. Belachelijk. Hè? Willem Haar aan mijn reet. Nee, maar je zegt ook yes air. Waarom moet je hem nou winnen? Nee, of Ali B. Ik bedoel gewoon te zeggen van ik heb ze in het begin al gesupporter en had gezegd van luister, ik moet niet doorgaan. Als ik zo doorgaat zoals dit, ja. Dan rij je in een Porsche Cayenne en een sportreditie. Ja. Dik. Wil ik even laten zien dan? Ja, dat is dik, ja, hè? Dat moet gewoon kunnen. En wat vind je van het nieuwe nummer van Nomad dan? Wie is dat? Bij hem ook nog rappen, man. Ja. Ah, oké. Okay. Nu gaat die auto op het veld. Kinderen moeten eruit. Hey, check. Gaat goed? Hou vloggers. Hey, vlog jij? Ja. Ik vlog jij. Je vlogt niet helemaal, wel. Huh? Huh? Hey, net zelf vloggen. Dat kip je eruit. Oh, dit is een andere clip. Ja, kan. Ik is kwijt. Schaat in de buren. Wij weg. Dan zit je wel alles te filmen wat we doen. Dat is gevaarlijk, jongen. Gelukkig edit ik het. Ja, ik kan het er allemaal uitknippen. Oh, Jochem edit heb ik gehoord. Nee, wegwezen, jongen. Ja. Opschieten nou, jongens. Weet toch. Zwolle. Goed, jongens. Ja, lekker, man. Druk, man. Ja, druk. Hebben jullie wat te zeggen tegen de vlog, jongens? Je hebt een keer. Dat mag niet in de vlog. Nee, oh, dat mag niet. Dat mag niet. Hè? Ik denk niet. Oh, dit is een mafia toch? Ja, kijk. Dat bedoelen we. En Zwolle, hè? Je weet toch. En Zwolle. Best gaan. Kalle maar, jongens. Kalle. Ja. Dit is de VIP. Is hierop. Ja, met die achterwiel is allemaal. Zeg maar de kop aan de boom. Op de met het gras, hè? Jongen, kijk dan. Dat één of shout-out naar Nomad. Nou, oké, die shout-out naar Nomad. Alle mannen pakken kwad. Alle mannen pakken cash. Shout-out naar Nomad. Sowieso, Nomad zit achter de camera. Wacht, ik ga jullie even helpen. Kijk, Nomad. Bang! Hij is sexy, hè? En het vertel is weg. Hij is een sexy, sexy bakker. Hij pakt over meer vrouwen. Nee, sorry. Clip dat eruit. Zo zitten? Op die auto met de kant heen toe. Zo? Zo? En dan neem ik allemaal stilstaan bij die vrienden. Ik ben niet aardig, dat kan ik jou vertellen. Ik heb niks te maken met die kilo's. Zij is aan het nemen, die moeilijk op een kilo kijken. Blijven jagen, mee hoef ik. Ben met de koets in een grote kit. Hoe kunnen dat ik het grote zie? Kijk je, kamers zijn mooi, maar je hoeft voor wie. Van de favoriet, van de straat naar de hitjes. Omlaag, want ik pik niks. Kijk omlaag, want ik pik niks. Zo ga je dus los op het voetbalveld. En dan aan de kant springen, zeg maar. Wim, de broek naar beneden. De broek naar beneden. Maar hij maakt hem nog geen shot, hè? Alleen. Nog één? Ik is even interviewen, man. Ja, ga even interviewen. Ze wat ze ervan vinden. Kennen jullie ze? Wat vinden jullie? Hé, niet zonder zonnebril. Ja, precies. Ja, schot tegen de auto aan. Clipfabriek. Clipfabriek! Hij rookt niet, niet filmen. Oh, Mag ik ook? Ik wil die spekjes koekjes, ik film soms met een doepie. Hier, jongens. Oh, yeah. 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 Ja, meerdere trouwens. Ik heb mijn manager. Manager! Ik weet de namen niet van de YouTube-kanaal allemaal. Gypsy Mafia. Hoe? Gypsy Mafia en Maron. Zoals op het shirt staat. Ja! Ik kan het achtermaat ook even de hele pot. Nee, dubbel F. Ja, die boven. Nee.
zoeken. Hé, jij moet ook een snoepje. Ja, hier. Dit is Maron Music. En dit is Gypsy Mafia. Dus doe je zo, subscribe. Dan ga je terug. Dan ga je hierheen. En dan doe je ook subscribe. Helemaal mooi, jongen. Oké, clip ik ook nog even. Dus hier Clipfabriek, C-O-I-P. Fabriek. Hier, Mella Clipfabriek. Zie je, zelfs in het zoeken vinden ze een Clipfabriek. Tuurlijk, sowieso. Dag buren. Hey, doeg. Hey Pik, wat doen al die jongens achterin? Wat gaan ze doen dan? Ja, geen idee. Wat gaan jullie doen? Ja, dat zijn van die lifters, die hebben we net opgepikt. Jongens. Wil je wel even je gordel omdoen? Het is het is gelukt. Het is gelukt. We got a clip. We got a clip. Ja jongens, dat was hem. We zijn vanochtend om 2 uur begonnen. Maar ja, wij waren al 9 uur begonnen met de voorbereidingen. Dat mag ook gezegd worden, jongens. We hebben het lekker gedaan, Pieter. Ja, hè? Ik ga nu naar huis. Trots op het race. Doei! We hadden een paar fans in de club ook gingen klappen en dat. Ja, jongens, kijk. Ik moet eerlijk zeggen, die andere clip die we zouden doen, die hebben we even gezet, want het is gewoon te druk nu. Dus ik wil bij deze ook even zeggen van, jongens, bedankt dat jullie gekeken hebben. Gypsy Mafia voor. Abonneer, like, deel dit als je op Facebook ziet verschijnen. We gaan dan, wat gaan we verloten? Zullen we gewoon een setje verloten? Zullen we gewoon een t-shirt in de pet? Goed. En we gaan als de vlog uit is, bij genoeg reacties en comments, gaan we een pet en een t-shirt verloten. Ja, en jongens, nog wat hè. Volgende vlog doen we een Q&A. Dus heb je een vraag voor mij, Wim? Charlie, de manager, wie dan ook. Heb je een vraag? Gooi hem in de Q&A en stel hem. Dit is Gypsy Mafia, je bent zelf. We waren hier, man.